Welkom in het Olympisch Stadion Ajax tegen Rozenborg, de zesde editie van de Copa Amsterdam. En dus de openingswedstrijd Ajax tegen SK Rozenborg. Ajax voor het tweede jaar op rij met een ontzettend jonge selectie. Veelal B-junior die ervaring opdoen. In het elftal van volgend jaar tegen veelal, soms wel 3 jaar oudere mensen. Goede weersomstandigheden. Het is niet warm, het is ook niet koud, weinig wind. En dus perfecte omstandigheden om een lekker potje te voetballen. De grasmat is er niet naar, maar dat mag de pret niet drukken op dit mooie evenement. De aftrap, Ajax trapt af tegen SK Rozenborg voor de eerste wedstrijd. Met Conner Bleuten, debuteerde in de A1, maar hier direct balverlies. Hier Dekker. Dekker, eerste actie, goede voorzet, Dekker en Muric. Is het al 1-0? Ja hoor, het is 1-0 Robert Muric op de voorzet van Vince Gino Dekker. En Ajax staat al heel vroeg op 1-0 voorsprong, al na kleine 2 minuten. In de tweede minuut van de eerste helft. Schitterende start van Ajax. En ja, waar zit je dan als Rozenborg zijn? En Mai Dumi. En naar Dekker. El Idrissi. Gaan naar binnen. Mag de Wii, El Idrissi. Balverlies. Bleuten zit er goed bij. Conner Bleuten, de linksback. Balverlies van de centrale verdediger. Daar diepte gezocht bij Eiting. Rozenborg komt niet onder de druk vandaan. De Wit, goede bal zeg. Naar Vince Gino Dekker. Weer naar zijn linker. Nee. Heiting, El Maghdoui, snel gehandeld en net niet de 2-0. Schitterende poging van Ashraf El Maghdoui. Uit de kruising geplukt door die doelman van SK Rozenborg. Corner voor Ajax. Goed begin zeg van de A1. Hoekschop. Daar weggekopt door de centrale verdediger. De Ligt met de volgende hoekschop. De Wit en daar is het al. 2-0. Schitterende goal. Schitterende hoekschop ook van Matthijs De Ligt. 15 jaar. Maar het staat al 2-0 voor Ajax Amsterdam. Wat een schitterende pot voetbal. De eerste wedstrijd op de Copa Amsterdam. Weer Rozenborg onder druk gezet. Weer De Wit voor een uitstekende wedstrijd. Eiting. Zoekt weer Vince Gino Dekker aan de linkerkant. Heeft het op zeuken. Dekker. Weer die voorzet. En daar is De Wit. En die bal gaat er bijna in. Bijna 3-0. Weer Dani De Wit dichtbij. Rozenborg is helemaal nergens in de eerste helft. Komt niet van de eigen helft af. Ajax goed onder druk. Goed gepositioneerd. Daar gaat Muric. Heeft het ook op zijn heupen, net als Dekker aan de linkerkant. Muric, binnendoor, nee, buitenom, Muric. Il Idrissi, Dekker, onderkant lat, het is 3-0. Wat een schitterende goal. Wat een schitterende uithaal na een nog mooier aanval van Vince Gino Dekker. 3-0. Al een heel kort tijdsbestek. Rozenborg. Nu op weg naar die aansluitingstreffer, maar weer De Wit. Hij is er sterk op het middenveld. Zoek diepte bij El Idrissi. Eiting. Vangt ook weer die bal op. El Maghdoui met zijn zoveelste mail. Prachtige opening, Muric. Die linksback weet niet wat hij het hebben moet vandaag. Muric. Zoekt El Idrissi. In die kleine ruimte, Eiting lat. En is daar een rebound? Ja hoor. Dani De Wit, het is 4-0. Wat een schitterende eerste helft voor Ajax. 4-0. Rusten, dat kan niet meer fout. Tweede helft, zo'n start. Het spelbeeld niet echt veranderd. Muric. Schitterende bal zeg. Maar een slippertje, nog een slippertje. Dekker is er vandoor, Vince Gino Dekker. Tweede paal, El Idrissi en schiet zelf. En via die doelman gaat het over. Goeie actie, goede versnelling van Vince Gino Dekker.
hoekschop van Ajax. Nee, Muric van links naar De Ligt. Van rechts Robert Muric. Ajax 1 gezeten. Ja, eigenlijk veel al meegetraind. Vooral bij jong Ajax gevoetbald, maar ook in de Youth League bij de A1. Muric. Hoekschop. Daar is De Wit. En de doeltrap. Van Ska Rosenborg. Het is een controlerende tweede helft tot nu toe van Ajax. Ja, dan moet je 4-0 voor. Lange bal. Naar De Ligt. 15 jaar pas dus. Ontzettend hoog. Overname Rosenborg. En hier kan wel als eerste kans ontstaan. Nee, nog niet althans. En Rosenborg neemt over. Even langbalbezit voor Reska Rosenborg. Weer een slippertje. Het is een glad veld. En uiteindelijk is daar Stan van Bladeren. Darren Seedoel. Mazraoui. De Ligt. Goede opening weer op Dekker. Overname Rosenborg. Daar aan de rechterkant Rosenborg op weg naar het doel van Bladeren. Daar nog de rebound en ja hoor, nee, toch niet. Het is bijna 4-1. Magdoui en Eiting, de twee iets wat controlerende types op het middenveld. Daar nu De Witte loper, hier is Muric. Muric gaat hij weer naar binnen, gaat nee, buitenom. Muric, goede voorzet. En verwerkt tot hoekschop. Ajax neemt toch weer het heft in handen. Na die wat moeizame eerste fase van de tweede helft. Hier is Eiting en langs de doelman. Nou, 5-0. Kappen, draaien. En dan uiteindelijk een voorzet. Een te zachte voorzet in de handen. Het is Ajax wat de toon slaat al de hele wedstrijd. Hier weer opbouw via het centrum, wat ook op de Future Cup schitterde. Zie doel. Matthijs De Ligt. 17 en 15 jaar oud. Goeie bal hier weer van El Magdoui op Walian. Walian. En schot gekraakt. Walian ingevallen. Eigenlijk eerstejaars A-junior al voor het tweede jaar nu in de A. Ook Kluivert ingevallen. Justin Kluivert, 16 jaar, zoon van Patrick. Die morgen, 20 jaar geleden, Vlugoren maakte in de Champions League finale in Ween. En werd ervan De Ligt. Helemaal maar in zijn hoekschop. De zoveelste van deze wedstrijd. Matthijs De Ligt. En De Wit kan er niet bij. Overname Rosenborg. Lange bal. Lange bal. Zie doel time mis. Bleuten. Die time telt mis. En dus een hele grote mogelijkheid hier. Maar overgeschoten. Rosenborg verzuimt om überhaupt te scoren. Laat staan een aansluitingstreffer te maken. El Madioui zoekt nog maar eens de diepte op weg naar de 5-0 Ajax. Eerste helft heel goed, tweede helft controlerend. Maar daar het minder dan de eerste. De Ligt vangt nog eens op. Koerban ook ingevallen. Weg naar Muric. Zo onwijs dreigend aan die rechterkant met zijn linkervoet. Muric. El Madioui vangt nog maar eens die bal op. Komt hem voor. Walian 5-0. Het is toch raak voor de spits. Ingevallen. En het is 5-0 voor Ajax. En een monsterscore op de eerste speeldag in de eerste wedstrijd van de Copa Amsterdam. Rosenborg heeft het niet kunnen brengen. Niet kunnen waarmaken met twee mensen die al gedebuteerd zijn in het eerste elftal. En hier. Sluit de scheidsrechter voor het einde. Ajax wint klinkend met 5-0 van Rosenborg. Mooiere start van de dag, kan je niet wensen. Op naar morgen.